Wat ik ook nog even wou zeggen is dat ik echt best wel moe ben eigenlijk. Nou, goedemorgen. Ik ben wakker. Ik heb ook even gedoucht en zo. En het is nu volgens mij 11:45. En het plan vandaag is, ik ga eerst even naar de Sint-Stefanus-basiliek dingetje. Want volgens mij heb ik die nog niet gezien, maar dan weet ik eigenlijk niet meer zeker. Daarna ga ik even naar het eiland dat in de Donau ligt. Margaret Island of zoiets. En volgens mij is het ook het Siget Festival terrein, maar dat weet ik ook weer niet zeker. Maar ik zat dan maar even op zoek. Oké, dit is dus die basiliek. Pink. Dat is cool. Dat is nice. Ik ben op Margaret Island, Margaret Siget, want Siget betekent dus eiland en hier is dus ook Siget. Goed van mij, hè? Dat ik erachter ben gekomen. Maar ik ben gewoon een beetje aan het rondlopen en ik zoek nu eigenlijk ook een wc. Maar eerst zie ik hier een hele grote tuin met bloemen, die ik misschien ook wel even moet laten zien. Dus dat doe ik maar eventjes. Aziz appte mij, ja, stuurde me net een Facebook bericht. Of ik hun later wil joinen of zo. Want hun komen volgens mij ook naar het eiland. Maar prima, als iedereen dat wil. Ik denk dat dit de Rose Garden is waar wat op het bordje stond. Maar het probleem is een beetje dat ik geen rozen zie. Dus ik weet niet wat dit nou is, maar het ziet er best wel leuk uit. Wat ik ook nog even wou zeggen is dat ik echt best wel moe ben eigenlijk. Ik ben ook best wel klaar met al het lopen, dus... Misschien dat ik daar nog wel even een fiets ga huren of zo. Want ik ben echt best wel kapot. En ik ga sowieso vanavond denk ik nog even met Kelly vroeg naar Instant. En daar gewoon even chillen en zo. Want ik wil dat ook nog wel zien. Maar ja, als het je laat komt, dan is daar een super dikke rij. Dus daar hebben we niet zoveel zin in. We lopen nu bij het kasteel, hé. Kasteel, jongen. Kasteel. Even chillen. We hadden fietsen gehuurd. Ik zal daar ook nog wel even van filmen. En we gaan een beetje rondtouren. Oh, en Aziz wil heel graag naar het... Oh, is er het name? Hey there. It's me again. In your sister room like all the time. Gambino go forever on that bracelet that she bought a line to do. So couldn't take it. Maar say hasta luego. Cause I'm taking on your city like I don't know any of this. Yeah. I'm on fire. I am smoking. I am blazing. Don't get hurt. Ja. Vrouw, zijn we aan het fietsen? Naar de kerk. We zijn er. We zijn er al. Even zwaaien! Even zwaaien! Ik heb al gegeten met de jongens. En nu ga ik me even klaarmaken, even een beetje opmaken. En dan gaan we naar Instant. Dus dat is wel leuk. Ik ben zo fucking moe. En nu loop ik terug naar het hostel. Ga ik even een flesje water kopen. Ik denk dat ik dan maar gewoon alvast naar het vliegveld ga. Ik moet nog 3 kwartier met het OV dus. Het is nu maandagavond, dus ik ben gisteren thuisgekomen. Ik was om 7:00 thuis in Waalwijk en ik was zo moe dat ik ben gaan eten en gelijk ben gaan slapen.
Maar nu ben ik weer terug in Breda. En ik dacht, laat me even afsluiten. Ik heb van Surprise Me nog een leuk kaartje in de bus gekregen. Welkom thuis. En dan staat er, hey Demi, hopelijk heb je een super toffe broodtrip gehad. Liefs. En dat doen ze ook allemaal met de hand schrijven. Dus dat is echt super leuk. Ik hoop dat jullie de vlog een beetje leuk vonden. Een beetje ideeën hebben gekregen van wat ik allemaal heb gedaan. Ik heb niet alles gefilmd, maar dat kwam ook gewoon omdat ik gewoon heel erg bezig was met het genieten van alles. En gewoon een beetje chillen, een beetje mensen ontmoeten. Dus...